Mijn naam is Arnoud van Doorn. Ik ben sinds 2 jaar moslim. Ik ben 49 jaar en op dit moment lid van de gemeenteraad in Den Haag. Ik ben fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid. Dat is een partij op islamitische grondslag. Ik kom uit een christelijk gezin oorspronkelijk, geboren en getogen in Den Haag. Ik ben de oudste van 5 kinderen. Hiervoor ben ik actief geweest voor de PVV. Dat is een anti-islam partij. Dat was voor een periode uiteraard voor mijn bekering, waarin ik weinig kennis had, veel vooroordelen. Voordat ik moslim werd, had ik een heel ander beeld van de maatschappij. Zeker over de islam en moslims dat ik nu had. In mijn vorige leven, noem ik het maar even, had ik het idee dat islam alleen maar iets negatiefs en iets slechts was. Ik was bezig met politiek, maar ik wilde helemaal niets te maken hebben met de islam. Ik heb een opleiding gedaan voordat ik actief werd in de politiek op hbo-niveau en die is jeugdhulpverlening. Ik ben gezinscoach geweest, jongerenwerker. Ik heb gewerkt in allerlei omgevingen waarbij we te maken hadden met jongeren die waren ontspoord, criminele jongeren. Dat is een beetje mijn achtergrond, daar kom ik vandaan. Ik kom uit een traditioneel christelijke gezin, een warm gezin, waar ik hele goede herinneringen aan heb. Ik heb een hele prettige jeugd gehad. En mijn ouders ben ik ook heel erg dankbaar voor de normen en waarden die ze mij hebben bijgebracht. En mijn ouders hebben er zeker aan toe bijgedragen dat ik nu uiteindelijk moslim ben. We wilden eigenlijk de mensen, de bevolking, waarschuwen voor de islam. En dat is de reden waarom wij de film Fitna hebben gemaakt. Film is een groot woord, want het is misschien, hoe lang heeft die geduurd? 10 minuten, 15 minuten, meer niet. En ja, natuurlijk had het ook politieke redenen, omdat we ook probeerden om op die manier zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen van mensen die ons zouden zien als de bescherming van onze vrijheid, van onze rechtsstaat. Dat is eigenlijk de reden geweest voor het maken van de film. Nogmaals, voordat ik daarbij was, maar ik was wel verantwoordelijk voor de distributie. We hadden niet verwacht dat er zoveel reactie op zou komen, omdat het eigenlijk niet echt een hele professionele film was. Dus de reacties hadden ons verbaasd ons eigenlijk wel. En het is wel een van de redenen geweest die hem aan het denken heeft gezet. Ik zag zoveel reacties en zoveel mensen die niet alleen maar boos waren, maar mensen die ook echt gekwetst waren in hun hart. Die ook echt verdrietig waren over het beeld wat er werd neergezet. En dat begon bij mij wel, het gaf mij wel een gevoel van, er klopt iets niet. We hebben blijkbaar zoveel mensen gekwetst. En het kan niet zo zijn dat, hoeveel moslims hebben we, 1,2 miljard geloof ik of zo, dat al die mensen het fout hebben. Dus we hebben waarschijnlijk iets gedaan wat ook niet goed is. Er begon twijfel bij mij te ontstaan over de reacties die deze film. Dat was het belangrijkste. En de Koran is natuurlijk de leidraad, het belangrijkste in alles. Maar mijn idee van de Koran, wat ik voordat ik moslim had, was totaal anders dan de Koran zoals ik die nu ken. En ik wil niet de verantwoordelijkheid afschuiven, maar het beeld wat veel mensen hebben over de Koran en de islam wordt voor een groot deel bepaald door politici, door de media. Je bent natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor het opdoen van kennis, dus dat is geen excuus. Maar juist door het lezen van de Koran, als belangrijkste boek, is mijn beeld over de islam echt 100% gedraaid. En het heeft mij ook echt een warm gevoel gegeven. Hoe meer ik kennis opdeed, hoe warmer dat gevoel werd. وأنت تقرأ القرآن أريد أن أعرف ما هي الآية التي تأثرت بها. Het vers wat, de hele Koran is natuurlijk prachtig en het is heel moeilijk om te zeggen dat ik één vers mooier vind dan het andere. Alle versen bevatten wijsheid natuurlijk. Maar er is één vers, ik weet niet welk nummer dat is. Het is een onderdeel van Nisa, ik geloof dat het vers 36 is en tot 40. Dat is het vers waarin eigenlijk de liefde vanuit de Koran spreekt. Het is eigenlijk een, misschien dat ik het niet zo mag zeggen, maar een beetje de samenvatting van zoals ik het heb, de Koran heb ervaren. Namelijk dat je dus gewoon een goed persoon moet zijn. Dat je liefdevol moet zijn naar je omgeving, naar je buren, naar je ouders, naar reizigers. Dat je de rijkdom die je hebt, eventueel die je hebt gekregen,
van Allah subhanahu wa ta'ala, dat je die ook deelt met anderen. Dat je niet gierig mag zijn. وهي الآية في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية تتحدث كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان. Dat je niet moet pronken met wat je hebt alleen maar om te laten zien wat je hebt. Dus de kern van het proberen een goed mens te zijn, een goed voorbeeld te zijn, ligt naar mijn gevoel van een heel belangrijk deel in dat vers. En dat is voor mij een vers wat mij uit de Koran het meest heeft aangesproken. أن عبادة الله سبحانه وتعالى ليست صيام وصلاة فقط بل هي كل هذه الأعمال الصالحة. الآية تقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان. Wat mij het meest heeft overtuigd in de islam is eigenlijk het gevoel wat ik altijd al had. Ik kom vanuit een christelijke achtergrond. Ik heb een christelijke opvoeding gehad. Dus ik ben heel erg bekend met de op zich de normen en waarden die ook in de islam bekend zijn. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte. En ik ben er nu achter en dat is hetgene wat mij het meest eigenlijk raakt. Het meeste wat eigenlijk bevestigt wat ik altijd heb gevoeld. Is dat er één God is. Dat er slechts één iemand is. Dat we alleen Allah moeten aanbidden. En niet allerlei mensen daaromheen, niet andere profeten of andere personen. En dat is die eenheid die dus spreekt vanuit de islam, dat is hetgene wat mij eigenlijk het meeste past. Ik probeer dat in detail te vertellen. Ik heb in tegenstelling tot wat heel veel mensen doen de shahada niet uitgesproken tijdens het gebed of tijdens bijeenkomst, bijvoorbeeld tijdens het vrijdaggebed hier in deze ruimte. Ik heb de shahada uitgesproken samen met een broeder met kennis in deze moskee, maar in een ruimte hierboven die we misschien straks nog wel even zullen zien. Dus we waren daar eigenlijk alleen maar met z'n tweeën. En het moment van het uitspreken van de shahada leek van tevoren voor mij eigenlijk meer een formaliteit, omdat ik in mijn hart en mijn gevoel eigenlijk al moslim was na dit jaar opdoen van kennis en leren over de islam. Maar tot mijn verbazing was dat toch nog een heel emotioneel moment. Ik was ook wel ontroerd, ik had ook wel wat traantjes. En dat voelde eigenlijk op dat moment. Het voelde als een soort warme deken die over me heen kwam, als een soort troostende hand op mijn schouder. Zo van, nou, dit is zeg maar, nu is het echt, nu ben je echt moslim. Dat is heel moeilijk te beschrijven, dat gevoel. Moeilijk om dat in woorden te beschrijven. Het is natuurlijk een gevoel wat vanuit je hart komt. Het was een heel warm gevoel. Het was echt een gevoel, lastig, heel emotioneel. Ik voelde het echt alsof ik, alsof er iemand bij mij stond die mij meenam, die mij vastpakte, die mij troostte, die mij kracht gaf. Het voelde als een soort vaderfiguur die een hand op mijn schouder legde. Ik voelde echt de kracht en de warmte en de emotie. Nogmaals heel moeilijk te omschrijven, maar een prachtig moment wat ik nooit meer zal vergeten. En vanaf nu moet je het in de praktijk gaan brengen, probeer ik kennis op te gaan doen en ook het goede voorbeeld te gaan geven. Dus toen ik hier naartoe kwam, dacht ik van oké, het is een formaliteit. Maar het uitspreken zelf was heel emotioneel. En als ik aan terugdenk, raakt het me nog steeds. هل استمريت في العمل السياسي والترشح للانتخابات وهل نجحت في الانتخابات؟ وزين vlak nadat ik bekeerd ben heb ik samen met een vriend van mij Abdul Ghulani een partij opgericht op islamitische grondslag. Dus een partij die als rode draad zeg maar de islam heeft. Hier in Den Haag. In Den Haag hebben we meer dan de helft van de mensen hier heeft een immigrantenafkomst. Daarvan is ongeveer 70% moslim.
En er was eigenlijk geen partij, geen vertegenwoordiging in deze gemeenteraad om voor die mensen op te komen. Dat zijn wij nu wel. Wij zitten nu in de raad. Wij zijn gekozen vorig jaar. En wij zijn nu hard bezig om op te komen voor de rechten van de moslims in deze stad. ساهمت في إنتاج فيلم يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو فيلم فتنة الذي أثار كل هذه الضجة وبعدها أنت طلبت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف وجدت هذا؟ Omdat ik ontzettend veel bewondering heb voor deze man, het leven wat hij heeft gehad, de tegenslagen die hij heeft ondervonden, de vernederingen, de agressie vanuit zijn familie, vanuit delen van de bevolking in die tijd. En dat hij ondanks al deze tegenslagen en ondanks al deze aanvallen op zijn persoon, dat hij toch zo zacht is gebleven, rechtvaardig is gebleven, warmhartig, vergevingsgezind, dat is voor mij ontzettend knap. Dat vond ik ook heel ontroerend om te lezen. En dat is voor mij hij is een rolmodel. Het is een voorbeeld waar ik natuurlijk nooit aan kan tippen, maar wat ik wel probeer zo goed mogelijk te volgen. En het is ook relativerend, omdat de tegenslagen die ik zelf tegenkom, en die zijn er natuurlijk ook, in het niet vallen bij de tegenslagen die de profeet vrede zij met hem. سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت أحد أسباب هداية فان دورن إلى الإسلام. فاقترحت عليه أن يعمل سلسلة من المحاضرات لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يكون مركزا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشر هذه السيرة ونشر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المهم هل أنت موافق؟ Absoluut, dat is de basis van alle kennis, denk ik, zeker naar jongeren toe. Dat we daarmee heel veel kunnen bereiken als de jongeren meer leren over het leven van de profeet, vrede zij met hem, en zijn voorbeeld daarmee kunnen gaan volgen. Dat is, denk ik, het belangrijkste en de kern om op deze manier jongeren op de goede weg te krijgen en ook een voorbeeld te laten zijn als ambassadeurs voor de islam. إذن أنا وأنت وإخوانك بإذن الله عز وجل في موقع نون المتخصص في القراءات سوف نكون داعمين لهذا الشيء لنشر سيرة محمد عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك بارك الله فيك القرآن is mijn leidraad, daar komt het eigenlijk ook neer. Het is het boek wat voor mij bepalend is over hoe ik in mijn leven sta, hoe ik om moet gaan met mezelf, hoe ik om moet gaan met andere mensen, hoe ik om moet gaan met deze maatschappij. De Koran is mij de bron van wijsheid, de bron van liefde en de bron van kennis.